deze week in Po. Dit is de Renault Aris 815 RZ. Paul wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon, Huisman Gemert, Bouwen in Vertrouwen en Ben Vital voor snel herstel bij kalverdiarree. Ja, de kleur, hè. Ja, dat is oranje, de kleur, ja. Is prachtig. Dit is de Renault Aris 815 RZ van Nico Collet. Hij woont 100 meter over de grens in het Duitse Isenbroeg. Deze trekker is gebouwd in 1998, heeft 145 pk en 14.000 draaiuren. Ja, ik ben hem hier opgegroeid. Van jongs af aan zat ik ernaast. Ja, de ganse dagen op het land. En daarom is voor mij ook Renault gebleven. Op het melkveebedrijf lopen meerdere Renault-trekkers en een Klaas. We hebben tweemaal de 6812. Dan hebben we nog de 7514. En dan nog de 14TX. En de Aris 626. En dan is dit die grootste Renault, de 815. Dus er is elke keer een nieuwe trekker bijgekomen, maar de oude is nooit weggegaan? Nee, dat klopt. Ja, we konden er geen afstand van doen. Van Renault trekkers. Eén trekker hebben ze wel afscheid van genomen. Maar die had dan ook 35.000 draaiuren. Ja, dat was de Renault 120 14TX. Dat was toen ook nieuw gekocht destijds. En de enigste grote trekker, dus er werd alles ingezet voor het ploegen, het zaaien, de mesten. 35.000 draaiuren. 35.000 draaiuren. Ik heb ook een eigen Facebookpagina, Renault Power. Ja, en daar post ik dan foto's van Renault's op. Echt alleen maar Renault trekkers. En zelf hebben we nog twee hobbytractors. De Renault Standard 4 en de Renault 57. We moeten nog eens een keer een project voor ze op te maken. En dit is dan de enigste 815 RZ wat er nieuw is verkocht in heel Nederland. En die is meteen ook het Duits opgegaan, net over de grens, 100 meter. Dus een nieuwe zou er in Nederland niet meer rijden. Er zijn er totaal ook maar 202 van gebouwd. Dus ja, dat is al niet zo heel veel. Ja, inmiddels hebben we wel kort daarna gehoord dat er een gebruikte geïmporteerd is van Frankrijk. En ja, hoeveel ondertussen rondrijden van deze trekkers, dat durf ik zo niet te zeggen. Dit is voor mij nou een echte poortrekker. Alleen voor de echte Porsche-fans. Ga naar porshop.nl.